Het drugsafval dat al ruim negen maanden in een maisveld in Someren ligt, wordt tijdelijk opgeslagen in containers. Dat maakte de gemeente Someren vandaag bekend op een persconferentie. In maart vorig jaar bleek dat er in de gierput van een boerderij in Someren excessieafval was gedumpt, en de boer had de mest met drugsafval en al uitgereden over zijn maisveld. Nu maanden later is er nog steeds niet opgeruimd. Tot grote woede van omwonenden. De gemeente zegt nu dat ze het wel eerder wilden opruimen, maar dat ze geen idee hadden wat ze ermee aan moesten. Omdat het drugsafval is vermengd met mest, kan het niet naar de verbrandingsoven. Een definitieve oplossing is er dus nog steeds niet, maar voorlopig wordt het opgeslagen in containers. Ja, onderzoekers die zeggen dat als drugsafval lang blijft liggen, dat schadelijk kan zijn voor het milieu. Het ligt er al een tijdje. Ja, er bestaat dan altijd wel een kans dat er wel lekkages zijn, zodat die, dat er eventueel bodemverontreiniging echt ontstaat. Uh, ja, en uh, de afvalstoffen in die gierput die, uh, zitten er ook nog steeds. En dat kan lekken en dan komt het in het, kan het in het omgevingswater, uh, het kan, grondwater? Het kan in de bodem en, en wellicht in het grondwater uh, terechtkomen. We praten erover door met onze verslaggevers. keer van Heijster, in Zomeren ja, vanmiddag dus die persconferentie. Ja, omdat de kritiek onder meer van de provincie niet mals was, die waren nogal boos. Ja, Dat is slechte reclame voor de gemeente Zomeren. Ja, de provincie vond vooral dat uh, dat afval veel eerder had moeten worden opgeruimd. En de gemeente die zegt, ja, nou wordt er net gedaan alsof wij niks deden. Terwijl we vanaf dag één, vanaf het allereerste moment, allerlei onderzoeken hebben laten doen. Uh, je kunt je wel afvragen in hoeverre de gemeente niet aan de bel had moeten trekken. op het moment dat die vervuilde mest over het land werd uitgereden. Nou, we hebben toen ook te horen gekregen, ach, dat valt allemaal mee. Dat zal wel uh, vervluchten allemaal. Hè? We hebben zelf opdracht gegeven op een gegeven moment om um onderzoek uh, te doen. We hebben zelf ook uh, die monsters opgestuurd uh, naar het F uh, NFI. en uh, daar is er uitgekomen in ieder geval dat er sprake is uh, inderdaad van, uh, van vervuiling. Ja, dus dat was ook een beetje een misschien uh, te vroege conclusie om te zeggen, het vervluchtigt wel. Uh, ja, kijk, uh, wij zijn ook niet deskundig op dat terrein. Hè? Denkt u, uh, zeg maar achteraf gezien niet, dat hadden we misschien toch iets eerder moeten doen? Nou ja, dat is natuurlijk al zo. Je leert altijd, hè? Ja, dat zegt dus de burgemeester, je leert altijd. Ja, tijdelijk dus nu die containers, ja, is het nou opgelost? Nou ja, goed, de burgemeester zegt zodra het kan deze week liefst nog gaan we de overige mest, vervuilde mest die nog in die mestput zit, die gaan we eruit halen. Dat zal voor de omwonenden in ieder geval wat verlichting betekenen, omdat de stankoverlast dan zoveel mogelijk weg is. Wat er verder gebeurt met het maisveld waar dus die mest over is uitgereden, dat blijft nog even de vraag.